leuk dat je kijkt. Vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we onze dekjestest laten zien. We gaan van jong naar oud. Dus ja, laten we gewoon maar meteen beginnen. Oh ja, dit zijn de dekjes van de afgelopen 5 maanden. Dus we hebben best wel veel dekjes gekocht de afgelopen tijd. Ja. Iets te veel. Ja. Maar oké, laten we gewoon maar meteen beginnen. We beginnen bij het beruchte bondje. Vertel jij maar. Oké, dit is het bondje dus. Van het merk Globaal. Wij gebruiken deze gewoon omdat... Daar heb ik al helemaal een uitlegvideo over gehad. Of gemaakt natuurlijk, want ik had nogal gezeik over het bondje. Jongens, dit bondje, dit heeft echt gewoon geen nut. Als je echt iets goeds wil hebben, dan moet je een gelbed kopen. Dit is echt voor de stier. Dit is niet waardoor je zadel verkeerd kan gaan liggen. Nee jongens. Don't judge us hiervoor. Wij hebben dit gewoon gekocht hiervoor. En jullie mogen het gebruiken voor andere dingen. Maar wij hebben het gewoon gekocht omdat we het mooi vinden. Ja. Dus jouw dekje. Ook van het merk Globaal. Dit is mijn eerste dekje. Deze was 30 euro, 60 euro. Maar er stond dus geen kaartje bij. Echt heel dom. Maar dus dit is het dekje. En hij is al aan het verpulveren hier. Ja, dat komt omdat ze hem echt super vaak gebruiken. Ja, en hier zo heeft een keertje Storm tegenaan geschuurd. En toen was ik heel boos op Storm. Oh, dat was hier. En ook agressieveling. Dit is mijn groene dekje. Dit is mijn allereerste dekje. Ik was hier heel blij mee. Ik ben er gewoon wel blij mee. Hij was 30 euro. Hij was ook afgeprijsd, maar ik weet niet welk merk dit is. Lamicel of zoiets staat er. Dus als jij weet waar dit merk van is, vertel het me. Het is limegroen. Volgens mij moeten sommige dekjes echt een keer in de was. Ja, moet een keer. Kijk deze binnenkant. Prachtig. Zoveel gebruikt, want we hadden eerst maar 2 dekjes. Dus ja. En dan was het zo van, nee, we gaan daar gaan met mijn dekje. Nee, we gaan met mijn dekje. Deze is mijn dekje. Die heb ik in Frankrijk gekocht. Beide. Bij de Decathlon. Ik had deze gekocht, want ik vond deze wel leuk bij Lotje passen. Ja, deze was 20 euro. Dat is best wel goedkoop voor een dekje. En het merk is Vacanza. Ik ben een beetje aan het twijfelen of dit mijn lievelingsdekje is. Ik denk dat dit wel een van mijn leukste dekjes is. Deze is van, ook van de Decathlon. Deze heb ik ook in Frankrijk gekocht. Gewoon een heel fijn dekje. Ja, weet je, eigenlijk weet ik niet of het een fijn dekje is. Dan moet je aan Lotje vragen. Maar Lotje is lekker aan het eten, dus laten we haar maar lekker eten. Dan komen we bij dit dekje. Dat is dit. Van mama van Waldhausen. 15 euro op Marktplaats of zo. Op Facebook of zo. Ergens op Facebook had mama die gezien. En toen had ze hem gekocht voor 15 euro. En hij mankeerde niks. Waarschijnlijk had ze iemand er gewoon op uitgekeken. Of wou die wat dekjes echt doen. Maar Lotje paste mooi, dus ja. Ja, ik vind dit het minst leuke dekje. Denk ik. Want hij is van de bit. Ik vind hem een leuke kleur en zo. En ik vind het gewoon jammer dat hier bit op staat. Ja, ik weet niet, want als je hier dan mee gaat filmen, dan maak je gewoon echt reclame voor bit. En als je niet gesponsord bent door hun, vind ik dat een beetje raar. Wat ik al zei, hij is leuk. Hij is van Harry's Horse en daar hebben ze gewoon bit op geborduurd. Ja, deze hebben we Horse Event gekregen. We hebben hem gekregen bij een bit abonnement dingetje. Oh, trouwens, het was eigenlijk alleen nog maar full en... Ach, nou ja, laat me. Oké, dan komen we bij het leukste dekje en het is het HV Polo dekje. Yay! Je hebt het ook in de shopvlog kunnen zien. Wij zijn echt zo blij met het dekje, want... Hij was echt goedkoop. Hij was goedkoop. Normaal zijn deze... 60 euro en wij, of zo, 70 euro en wij hebben hem voor 40 euro gekocht. Ja, echt. Bij Horse Event. En het is gewoon cool, zeg maar. Onder de paardenwereld is zeg maar... het is gewoon Nike in de mensenwereld. Of Adidas. Ja. Ja, ik ben echt blij. Ik ook. Jee. Dit is onze lievelingsdekje, als je het nog niet door had. Dit, dames en heren, is ons mooie zadel. We hebben een Thorogood zadel. Ik weet niet welke inch of zo. Ik weet niet of dat erop staat. Volgens mij is het gewoon... Nee, je hebt wel speciale maten daarvoor. Ja, speciale maten voor dit. Nou, dit is een nieuw, tweedehands zadel. Maar iemand anders heeft hem wel helemaal aangemeten. En hij zei dat hij gewoon goed paste. Want die heeft hem ook voor ons uitgezocht. Ja, gewoon een mooi ding. Hier begint hij wel een beetje los te raken, maar ja. Je hoeft hem ook niet zo vaak in te vetten of zo. Misschien moeten we dat wel een keertje doen. Maar ja, het is heel erg groot gedeelte. Dit is kunstleer en dit is allemaal echt leer.
Dus dat moeten we maar eens een keer in gaan inzetten. En dit is de singel. 110 centimeter, maar daar komt er misschien nog een wat langere voor in de plaats. Als het wat dikker is. Dus ja, en daar hebben we dan ook nog dit rode beschermhulsje voor. Die dan zo. En dat doe je dan zo. En dan kun je zo opstappen. Nou, laten we dat maar niet. Kijk hoe cute. Lucky. Lucky. Hi. Oh, komt Lucky even naar ons toe? Of naar mij en mijn camera. Oh. Oh ja. Lucky staat super dichtbij. Hoop van deze video leuk. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei. Dekjes stash. 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 Dekjes stash. Lucky.